Soms heb je ruis in je foto en dat kun je met Nick Define prima oplossen. Als ik bijvoorbeeld naar deze foto kijk, hij is gemaakt op ISO 800, dan zie je dat daar ruis in zit. En dan zoom ik even goed in. Dan zie je precies wat het probleem is. Het zwarte vlak aan de linkerkant, eigenlijk een beetje groenig, bevat allemaal andere kleurtjes erbij. Je ziet uh, blauwe spikkeltjes erbij en rode spikkeltjes. En ook in het zwarte shirt zie je rode spikkeltjes en groene spikkeltjes. En dat is niet de bedoeling. En dat noemen we ruis. En wanneer krijg je ruis? Je krijgt ruis als je wat hoger in je ISO gaat zitten en als de lichtomstandigheden wat slechter zijn. Dus vooral in de donkere partijen krijg je dan ruis. Dat gaan we dus gewoon keurig verhelpen. Ik ga naar Filter, Nick Collection en Define. En vervolgens opent mijn foto zich. Je ziet twee exemplaren: het origineel en de bewerkte. En dat kan ik hierboven gewoon naar één exemplaar terugbrengen. Dit is dan de bewerkte versie. Je ziet daarin ook meteen een paar kleine vierkantjes. En deze vierkantjes, dat is waar Define heeft gekeken waar de ruis zit. En natuurlijk zit er nog veel meer ruis, maar dit zijn de gebieden waar Define mee aan de slag is gegaan. En inmiddels heeft het dus gewoon al een anti-ruisfilter toegepast. Klik ik nou op OK, dan zie je dat er een extra laag is bijgekomen. En dan zie je dat de afbeelding op zich al een stuk beter is, zeker als je inzoomt. Je ziet bijvoorbeeld dat alle spikkeltjes een beetje weg zijn. Zet ik bijvoorbeeld de laag uit, dan heb je hier het origineel en dit is de bewerkte. Op zich, voor de egale gebieden, kan dit prima. Alleen als je kijkt in de huid, dan zie je dat er eigenlijk ook structuur verdwijnt. En dat was niet helemaal de bedoeling. Maar dit was een geautomatiseerd proces waar Define zelf mee kwam. Ik gooi de laag even weg en ik begin gewoon heel simpel even opnieuw. Want het is natuurlijk meer dan dat je dacht. Ik ga inzoomen op dit stuk zodat we goed kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Rechtsbovenin heb je een paar opties. Nu staat meten geactiveerd en dat is ook met die kleine vierkantjes eromheen waar er gemeten is. Als ik dat bijvoorbeeld van automatisch op handmatig zet, dan kan ik zelf gebieden toevoegen waar Define in moet gaan meten. Ik ga dus zelf die vierkantjes toevoegen. En als ik uitzoom naar de hele foto, dan zie je dat de oude ook nog blijven staan en ik kan gewoon. Dingen toevoegen. Uiteindelijk kan ik zeggen van nou prima, dit zijn de gebieden waar je naar moet gaan kijken en ik kan klikken op ruismeten. Vervolgens gaat Define aan de slag en gaat vervolgens mijn ruis verhelpen. Zoom ik in, dan zie je dat het er eigenlijk niet beter op is geworden. Het gezicht is eigenlijk gewoon een, een waas. Dus ik hou dit gewoon lekker op automatisch en ik laat de software uitrekenen wat de bedoeling is. Je moet wel iedere keer op meten klikken. En daarnaast heb je de optie reduceren. En dat is de optie waar wij eigenlijk gewoon het meest in geïnteresseerd zijn. Daarin heb je twee dingen staan. Contrastruis en kleurruis. En ik ga ze eerst allebei even helemaal naar nul zetten, zodat we goed kunnen zien wat we doen. Je ziet in onze afbeelding dat de ruis weer aan alle kanten is teruggekomen. Wat zijn de verschillende opties? Contrastruis. Dat is ruis wat ontstaat op gebied van contrast. En je hebt kleurruis. En dat is dan inderdaad ruis wat ontstaat op gebied van kleur. Aan de rechterkant zien we in de egale achtergrond, maar ook bijvoorbeeld in uh, het shirt, als ik een klein beetje zak, zien we voornamelijk kleurruis. En dat ga ik aanpakken door gewoon de slider naar boven te halen. En iedere keer moet er natuurlijk een beetje verwerkt worden. En ik ga gewoon eens kijken. Waar het eigenlijk wel interessant is. En dat punt, dat vind ik op 96% liggen. Natuurlijk zie je hier nog wel ruis in, maar alle uh, rode en groene spikkeltjes, zoals je die hier ziet, die zijn dus wel weg. We zaten op 96%. 98 maakt het ook niet. De ruis die we nu overhouden, dat is dus contrastruis. Dat is ruis die vrij egaal is, dus niet verschilt van kleur, maar wel in egale gebieden voorkomt. En met kleurruis hebben we gewoon gekeken waar het punt lag en dat doen we met contrastruis ook. En je ziet, als ik op 91% blijf, dan zit ik eigenlijk al gewoon een stuk, ja, dan zit ik eigenlijk al goed. Ga ik nou naar het gezicht, dan valt dat op zich nog wel mee. Ik kan ook zeggen van nou, ik ga wat minder contrastruis erin brengen, zodat ik net even dat beetje meer detail in het gezicht hou. En ik druk nou op oké. OK. Wederom gaat Define aan het rekenen en krijg ik een nieuwe laag met het ruisfilter toegepast. Is mijn achtergrond nu compleet vrij van ruis? Nee, er zit nog wel een klein beetje ruis in. Is dat een ramp? Nee, ook niet. De foto is gemaakt onder uh, ja, redelijk slechte omstandigheden. Dus het geeft niet dat er een beetje ruis in zit. Je moet het niet helemaal plat willen trekken. Maar als je inzoomt en ik zet de laag van Define uit of aan, dan zie je dat er in ieder geval al een hoop verschil is. Wat ik eventueel ook nog kan doen, ik kan op de laag van Define een masker maken en met een zwarte kwast. Gewoon bijvoorbeeld over het gezicht schilderen. Zodat ik zeker weet dat het ruisfilter daar niet wordt toegepast. En dat mijn detail daar behouden blijft. En je ziet dat je op die manier gewoon een foto van, van al zijn ergste ruis al kan ontdoen. Natuurlijk kun je nog veel verder gaan. Dat ligt helemaal aan jou. Maar ik vind het op zich niet erg om op een foto die met hogere ISO is genomen. toch nog een klein beetje ruis te laten zien. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.